Hallo, ik ben Martin voor Bax Music en vandaag heb ik de Electro Voice RE20 dynamische microfoon meegenomen. Deze microfoon zal je veel zien terugkomen bij tv-studio's, opnamestudio's, maar ook voor radioprogramma's vanwege zijn brede inzetbaarheid. Deze wordt voornamelijk gebruikt in studio's voor uh, het opnemen van instrumenten, maar door deze microfoon kan je ook Perfect zingen. Wij gaan deze voornamelijk gebruiken voor elektrische basgitaren en kickdrums als we een uh, drumstel gaan uitmaken, maar bijvoorbeeld ook blaasinstrumenten of ja, eigenlijk noem maar op. Het is fantastisch om met deze microfoon op te nemen. Nou, even een vogelvlucht over deze microfoon: het is een dynamische microfoon uh, type moving coil. En het is een uh, cardioïde microfoon. Dus inderdaad, het neemt veel meer op van voor dan van achter. Wat je eigenlijk wel zou willen, zeker met instrumentmicrofoons. Uh, daarnaast heeft het ook een hele vlakke respons over een breed frequentiegebied. En er zit ook weinig kleuring aan de sound. Uh, dat is ook de reden waarom ik deze microfoon uh, wou hebben. Juist omdat hij zo geschikt is voor uh, een bepaald aantal ins instrumenten. Maar dat deze ook heel breed inzetbaar kan zijn. Maar de weinige kleuring geeft uh, de kijker, jullie uiteindelijk, een heel duidelijk beeld van hoe het instrument in de werkelijkheid ook klinkt. Nou, zoals ik eerder heb genoemd, het is een cardioïde microfoon. Dus ik ga gewoon eventjes om de microfoon heen bewegen en je zult merken dat wanneer ik naar de zijkant van de microfoon ga of straks nog een beetje richting de achterkant van de microfoon ga spreken, dat die een stuk minder oppakt als dat ik er direct voor ga zitten. Nou, buiten de mooie specificaties die deze microfoon met zich draagt, heeft het ook nog een zeer duurzame behuizing. Uh, het is hartstikke stevig en daarmee ook hartstikke betrouwbaar. Daarom wordt deze microfoon ook veel als een werkpaard gebruikt in de meeste studio's. Nou, zelf ben ik geen zanger, maar veel zangers zweren bij deze microfoon. Uh, het geeft je een bepaald, ja, het, het, het wordt omschreven als een in-your-face uh, sound. Het is echt, um, ja, ik ga niet zingen voor jullie, maar uh, ik hoop dat je aan mijn stem al een beetje kan horen. Dat als je hier inderdaad veel power doorheen gaat gooien als het gaat om je, je stem, dat het echt als een muur van geluid door je speakers heen zal knallen. Nog meer goed nieuws voor de zangers en zangeressen onder ons. Deze microfoon heeft een interne popfilter en shockmount. Dus je hoeft niet uh, zorgen te maken over uh, je luide P's of je B's. Die ik opzettelijk nou eventjes wat harder in deze microfoon zeg. Maar zoals je kan horen is het absoluut geen probleem om inderdaad uh, de P's en de B's en de pop sounds inderdaad in deze microfoon in te zingen. Uh, daarnaast mocht je nog... Last hebben van enig uh, laag uh, gerommel in, in, in je sound, in je opname, dan heeft deze microfoon ook één handige controle daarvoor. De highpass filter, die zit hier zo. Um, ik laat nou mijn stem gewoon lekker zo doorkomen. Ik, ik heb het gevoel dat er dan net iets meer bas in zit. En dat vind ik voor mijn eigen geluid wel, uh, wel heel fijn. Maar mocht je dat uh, eraf willen halen, dan is inderdaad de highpass filter een optie. Voor jou. Het is ook de enige controle die op deze microfoon zit. En ja, het is eigenlijk wel een van de meest gebruikte. Dus heel fijne toevoeging aan deze microfoon. Nou, binnen een studioomgeving zal deze microfoon zeker fantastisch concurreren met condensatormicrofoons binnen dezelfde prijsklasse. Um, juist omdat deze zo breed inzetbaar is, is dit misschien een heel mooie pick om een keertje na te kijken. Uh, daarnaast is deze microfoon ook zeer vergevingsgezind. Uh, is je mic placement niet 100% perfect, de hoek uh, waarin je opneemt, want nou ga ik er expres ook eventjes haaks op zitten, verandert niet veel aan je sound. En daardoor uh, is dit een goede plug-and-play type studio microfoon. Um, er kan eigenlijk weinig fout mee gaan, zolang je dit maar richt op hetgene wat geluid maakt. Nou, je hebt besloten om deze mooie microfoon in jouw studio weg te zetten, dat is echt helemaal super. Maar wat krijg je nou in de doos? Je krijgt sowieso dit hele mooie Fodraal E2, hoe je het ook wil noemen. Met uh, een uitsnijder natuurlijk voor deze microfoon. Uh, Daarbuiten de, de clamp om op een statief te zetten. En that's it eigenlijk. Uh, alles om heerlijk te zijn wat je nodig hebt om fantastische opnames te maken. Ten slotte nog even een paar cijfertjes over deze microfoon. Uh, ja, gewoon een beetje de specificaties maar opgezomd in een uh, net rijtje. Uh, ten eerste, deze microfoon is gebouwd als een tank. Geeft hem ook wel enig gewicht mee, met bijna drie kwart kilo. Zorg dat je er een stevig statiefje bij hebt, maar... Uh, ja, het, het laat ook wel enige kwaliteit en duurzaamheid zien, waar deze microfoon ook zeker onbekend staat. Daarna, qua gevoeligheid zitten we op uh, min 56 decibel. Uh, ja, dat is helemaal prima. Qua impedantie 150 ohm. Maximale SPL van 140 tot 150. Daartussen uh, zweeft deze. En tot slot, ja, eigenlijk heel standaard, maar voor, voor een professionele microfoon. Maar een 3-pin XLR zit achterop deze microfoon, zodat deze naar nou jouw ja, geluidskaart of waar dan ook toe kan. Jullie hebben nou mijn stem gehoord door deze microfoon. Maar waar je deze microfoon naast zang ook heel veel terug zal zien komen... is bij de opname van kickdrums en basgitaren. Nou, toevallig heb ik over vandaag en morgen de kans... om een paar hele mooie basgitaren op mijn schoot te hebben. En ik zou graag het geluid van de opnames met jullie delen. Dus wat volgt hierna is een, ja, een compilatie, zou je het kunnen noemen... van opnames van basgitaren door deze microfoon. Uh, Eén ding wat ik zou vermelden is, bij opnames zet ik wel de high-pass filter op deze microfoon aan. Om, het, uh, om echt het lage laag uh, van mijn sound af te halen. Dus dat ik dat niet in post zou moeten doen. En ja, om eerlijk te zijn, ik wil in post zo min mogelijk aan de sound zitten om jullie het echte beeld te geven. Dus ja, vanaf heden zullen basgitaren en kickdrums met deze prachtige microfoon. Dus ver de review van deze Electro Voice RE20 dynamische zang- en instrumentenmicrofoon. Deze microfoon is een fantastische uitbreiding voor elke studio dan ook vanwege zijn veelzijdigheid. Daarom voegen we hem ook toe aan onze collectie hier in de studio bij Box Music. Ben je nou benieuwd naar deze microfoon en wil je hem eens uitproberen? Kom dan ook gerust langs bij ons bij Box Music, want onze productspecialisten helpen je natuurlijk graag verder. En ja, sluiten deze microfoon met genoegen voor je aan zodat je kan luisteren en ja, zien hoe deze microfoon. Werkt. Zoek je nou alsnog wat meer informatie over deze microfoon? Er staat een link in de beschrijving hieronder. Die brengt je naar onze productpagina. Daar kan je alles rustig nog even nalezen. Alle specificaties op een rij staan daar voor je klaar. Vond je dit nou een leuke video? Laat vooral een like achter, dan weet ik dat ik het goed heb gedaan. Laat ook een comment achter, we horen graag van je. En uh, abonneer op ons kanaal als je meer van dit soort content wil zien. Uh, ik was Martin voor Bugs Music. Hopelijk zie ik je de volgende keer weer bij een nieuwe review.